Welkom bij de examentraining eiwitsynthese. In zijn simpelste vorm is dat DNA wat wordt overgeschreven op RNA en wat dan vertaald wordt door een eiwit. En in een prokaryoot, een bacterie, gaat het op de volgende manier. Het DNA ligt los in de cel en wordt dus overgeschreven in messenger RNA. En dat messenger RNA is gelijk alweer klaar om daar een eiwit van te maken. En dat gebeurt bij een ribosoom. En daar vindt de translatie plaats van messenger RNA in een polypeptide. Bij een eukaryoot gaat het wat ingewikkelder, want die heeft een celkern. In die celkern bevindt zich het DNA. Dat kan niet naar buiten. Er vindt transcriptie plaats, net als bij de prokaryoot. Alleen ontstaat er nu een pre-messenger RNA. Dit RNA is nog niet klaar om vertaald te worden in een polypeptide. Want eerst moet er nog RNA-processing plaatsvinden. Er worden bepaalde stukken uitgeknipt, de introns en de stukken die gaan coderen, die worden aan elkaar geknipt. De exons zijn dat. En er ontstaat messenger RNA. Er wordt daarbij ook nog stukken aan beide kanten aangeplakt. Dan is het messenger RNA klaar om naar het cytoplasma vervoerd te worden. En daar vindt de translatie plaats, vergelijkbaar bij dat van de prokaryoot. DNA is een afkorting van deoxyribonucleic acid. En DNA, dus deoxyribose, is de middelste figuur, is de ruggengraat van dat molecuul. RNA, ribonucleic acid, heeft de ribose, de linker, de rode, als ruggengraat. En rechts zie je dat de C-atomen genummerd zijn, van 1 tot en met 5. En de 5 en de 3 zijn nummers die van belang zijn. De 5 en de 3 hier. Die suikers die zie je hier en je ziet ook de blauwe figuren. Dat zijn de bazen, de stikstofbazen. En het rechter figuurtje, dat is de basis, de bouwsteen van het DNA. Links zie je DNA. Je ziet dat er twee strengen zijn die aan elkaar zitten met waterstofbruggen. En je ziet daar de 5-accentkant. En aan de tegenovergestelde kant zie je de 3-accentkant. Dus ze lopen precies antiparallel. Rechts zie je de structuurformule van het DNA. Daar zie je dus ook zitten een stikstofbase, een ribose en een fosfaatgroep. En de ene kant is 5-accent en de andere kant eindigt met de 3-accent. Hier zie je transcriptie en translatie in één plaatje. Links zie je de wenteltrap van het DNA met de stikstofbase tegenover elkaar. Je ziet T tegenover A en C tegenover G en omgekeerd. De ene kant is de matrijsstreng. Dat is de streng waarvan afgelezen wordt. De transcriptierichting van het aflezen is, als je kijkt bij de blauwe, van 3-accent naar 5-accent. En het messenger RNA dat ontstaat bij de transcriptie wordt aangekoppeld aan de 5-accentkant. Dus dat wordt verlengd van 5-accent naar 3-accent. Je ziet daar verschillende codons staan, want 3 van die stikstofbasis die vormen bij elkaar 1 codon en dat codon dat codeert voor een aminozuur. En dat zie je aan de rechterkant staan, methionine, leucine, serine en zo verder. En daartussenin zie je nog tRNA, transfer RNA. Transfer RNA heeft een code die precies omgekeerd is aan die van het messenger RNA waar die moet gaan aanhaken. Een anticodon dus. En hier zie je wat er gebeurt. Een eiwitcomplex RNA polymerase dat zorgt ervoor dat het DNA losgewikkeld wordt. De twee strengen komen los van elkaar en dat start bij een promotor. Die zie je rechts. En dan wordt messenger RNA wordt steeds aangekoppeld en wordt zo steeds langer.
Als het RNA-polymerase bij het eindsignaal komt, stopt de transcriptie. Hier zie je het pre-messenger RNA wat ontstaat. Je ziet het startcodon, je ziet exons en introns zitten. En je ziet het stopcodon. Wat er gebeurd wordt is dat de introns die worden eruit geknipt. En er komt aan beide kanten, aan de een komt een 5-accent kap en de andere komt een poly-A-staart. En wanneer het allemaal gebeurd is, dan is het messenger-RNA gebeurd en is die klaar om vertaald te worden in een eiwit. Translatie dus. Hier zie je wat er gebeurt bij die translatie. Het rode is het messenger-RNA. Je ziet het ribosoom zitten, het blauwe gedeelte. En elke transcriptie begint met methionine. Heel vaak wordt die er weer afgeknipt. Maar het methionine wordt aangevoerd met het transfer-RNA. En die gaat op een plaats zitten op het ribosoom. Daarnaast zit een plek waar een nieuw transfer-RNA komt. Ook met het anticodon voor het volgende codon. Die haakt aan. Dan wordt er een peptide gemaakt tussen de twee aminozuren. En het transfer-RNA, wat geen aminozuur meer heeft, wordt losgekoppeld. En er komt weer een nieuw aminozuurtje aan. En zo wordt een polypeptideketen gevormd, totdat je aankomt bij het stopcodon. Dan komt een ontkoppelingsfactor te zitten op de plek waar de transfer-RNA's gehecht zijn. En dan wordt de peptideketen wordt losgekoppeld. En dan hebben we een peptide gemaakt. Hier zie je het transfer-RNA. Rechts kun je het in de kleurtjes zien, het anticodon. Aan de linkerkant zie je dat aan de onderkant zitten. En je ziet de plek zitten waar het aminozuur aankomt. Voor elk aminozuur is er dus een apart transfer-RNA. Als je nou wilt weten welk aminozuur je krijgt voor een codon, kun je in BINAS kijken naar deze tabel. Stel dat ik AUG vind en ik wil weten welk aminozuur dat voor codeert, dan kijk ik links bij de eerste base aan de 5-accentkant en dat is A. Dan kijk ik de tweede base is U en de derde zie ik rechts, dat is G. Dan kom ik hieruit, A, U, G en dat is methionine. En zo kun je al die codes opzoeken en zie je welk aminozuur ze voor coderen. Die ribosomen die vind je los in het cytoplasma. Maar er zijn ook wel eiwitten die in het membraan moeten komen. En ook eiwitten die buiten de cel nodig zijn. Als dan een ribosoom gaat vertalen in een eiwit, ontstaat er eerst een signaalpeptide. Dat is hier links het rode. Dan komt er een signaalherkenningsmolecuul langs wat bindt aan het signaalpeptide. En dat complex komt bij een receptoreiwit, bij een eiwitpoortje van het endoplasmatisch reticulum. En doordat een heleboel van die ribosomen daar binden, noem je dat het ruw endoplasmatisch reticulum. Dan wordt het eiwit, of het peptide, wordt verlengd. Het signaalpeptide wordt er meestal van afgekoppeld, in dit geval ook, het wordt er afgeknipt. En het peptide wordt verlengd en komt binnen in het ER terecht, het endoplasmatisch reticulum. Dan laten de twee subunits van het ribosoom weer los. En het eiwit is daar en kan nog verder geprocessed worden in het ER en in het Golgi-systeem. We hebben dan, wat je links ziet, een polypeptide, dus een lange keten van aminozuren. Maar het is nog geen eiwit, want het heeft alleen nog maar de primaire structuur. Voor de secundaire structuur ontstaan er allemaal bindingen tussen die verschillende aminozuren. En er zijn twee belangrijke functies voor de secundaire structuur, de alfa-helix en de beta-plaat. Het een is een soort wenteltrap en de andere is een gegolfde plaat. Maar we zijn het dan nog niet, want ook op andere plekken kan nog een verbinding komen tussen de verschillende secundaire structuren, zoals hier wat je ziet, hemoglobine.
dan krijg je die ruimtelijke structuur. En sommige eiwitten hebben nog een quaternaire structuur, want die bestaan uit verschillende polypeptiden, zoals bij hemoglobine, waar je twee alpha- en beta-hemoglobines hebt die samen een hemoglobine-molecuul maken. En soms gaat het wel eens fout, het maken van zo'n eiwit. Dan is er een mutatie opgetreden in het DNA. Dan zijn er twee mogelijkheden. Die mutatie in DNA, dan kan er transcriptie of geen transcriptie plaatsvinden van dat gedeelte van het DNA. Als het gen niet nodig is in die cel, dan gebeurt er niks. Dan is er dus niks aan de hand. Is het gen wel nodig, dan ontstaat er RNA, dus messenger RNA, met die mutatie. Dan zijn er twee mogelijkheden. De mutatie kan in het intron zitten en dan is er niet veel aan de hand. Als het wel in een exon zit, dan ontstaat er een polypeptide keten met dat verkeerde aminozuur erin. Dan zijn er ook weer twee mogelijkheden. Dan kan het niet belangrijk zijn voor de tertiaire structuur. Het gaat dus geen bindingen aan waardoor je een conformatieverandering van het eiwit krijgt. Nou, dan is het ook niet van belang. Maar is het wel belangrijk voor een tertiaire structuur? Dan merk je dat en dan heb je in de meeste gevallen een stofwisselingsziekte. En dit was dan ook het einde van de examentraining van eiwitsynthese. Veel succes met studeren!